door dat vuur te stoken, ga je dat water ga je koken. En omdat het in die stoomketel zit, krijg je stoomdruk. En die stoomdruk, die zie je op de manometer. Het moet allemaal aangewarmd worden. Dus je moet eerst opstoken. De ketel moet heel rustig moet die warm worden. En daar ben je wel 4 uur mee bezig. We zijn vanmorgen om 8 uur begonnen om nu hier klaar te staan. Ja, het is heel bijzonder. We zijn 10 jaar bezig geweest met de restauratie van deze locomotief. En dan is het geweldig om die allereerste rit te mogen rijden. Ja, 10 jaar hiermee bezig geweest. Is het zo'n enorme klus geweest om hem weer letterlijk eigenlijk op de rails te krijgen? Ja, dat klopt. De locomotief was totaal versleten, totaal verrot. En de enige manier om de locomotief weer aan de gang te krijgen was bijna nieuw moeten bouwen. Ja, en als je dat met vrijwilligers doet, alleen in de weekenden en in de vakanties, dan ben je daar wel 10 jaar mee bezig. Ja. Juweel geworden. Dus bij de eerste officiële rit wilde ik aanwezig zijn. En u komt niet van om de hoek? Nee, ik kom uit Duiven bij Arnhem. Het is vandaag de eerste rit die hij maakt met, in de reguliere dienst. Dus die wil ik meemaken. Dat koper allemaal is zo mooi, hè? Maar ik vind het prachtig hoor. Burgemeester. Ja, we hebben een hoogtepunt voor de stoomtrein horen medemelijk. Ja, fantastisch. En het is natuurlijk elke keer om in het Westfriese landschap de stoomtrein met de wagons langs te zien komen, is elke keer weer even een fantastisch zicht. En het is natuurlijk fijn dat ze nu een nieuwe gerestaureerde lok hebben. Die ook weer in dat beeld past van de cultuurgeschiedenis van de verbinding tussen Hoorn en Medemblik. Qua toerisme gaat het ook goed. Ze draaien elk jaar steeds meer en meer bezoekers. Ja. En met deze nieuwe locomotief moet er natuurlijk nog meer gaan aantrekken. Ja, en los van dat natuurlijk heel veel fans zijn van stoomlocomotieven, is het ook fantastisch om hier in Medemblik aan te komen en te genieten van ons mooie stad. En hoe zit het met u als burgemeester? Het kleine jongetje Frank Schrenk komt ook weer naar boven bij het zien van een stoomlocomotief? Ja, ik was als kind altijd had ik een Fluisman. Dus je had 2 groepen, hè, de Märklin en de Fluisman. En ik heb als kind heel veel gespeeld daarmee. En dus in die zin, doen we het gewoon weer over. Bedankt.